voor het milieu is een trapauto goed. Alleen je zit dan met die snelweg dat je niet zo snel kan. Maar vroeger hadden wij ook een trapwagen. Als kind. Ik kan ook wachten tot de boetse items zijn. Dat zijn ook leuke karretjes. Ja. Ik had gezien op internet iemand in Amsterdam. Die had zo'n botsenautootje omgebouwd dat hij ook gewoon kon rijden. Ik denk met accu's of wat dan ook. Maar dat kan alleen met een Amsterdam zoiets. Dat waren de eerste elektrische. Eigenlijk wel, ja.